100 meter vrije slag, 53-69. Dat moet een enorme opluchting zijn, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik heb natuurlijk in de training gewoon goed getraind. Dus het is geen verrassing. Maar je moet natuurlijk de goede dingen doen. En dat kwam er nu lekker uit. Dus het is een goed gevoel. Geeft een goed gevoel. Ik ben heel tevreden en ben blij. Maar je hebt lange tijd tegen die 54 seconden moeten boksen. Dus geeft het niet een extra goed gevoel? Nou, volgens mij heb ik nog nooit zo hard gezwommen in april. Zelfs in het Olympische, of in het Olympisch jaar wel, maar het jaar daarvoor in 2011 niet. Dus eigenlijk is het voor nu heel goed. En ik ben heel blij. En het is het begin van een mooie reeks 100 meters voor de toekomst, denk ik. En Nederland is natuurlijk momenteel wel on top of the world met de 100 meter vrije slag. Femke zwemt 52-79 en dan die andere meiden. Dus... Ik denk dat we hele mooie estafetten hebben. Dat hadden we natuurlijk al. En we hoopten natuurlijk op wat nieuwe input, wat jonge meiden en wat concurrentie. En die concurrentie, daar mag je wel van spreken. Marie doet het supergoed. Maud heeft heel goed gezwommen. Daaronder zitten meiden elkaar echt op te jagen. Dus er is gewoon heel veel concurrentie. En dat is heel erg goed voor een estafette.